Hey bij mij, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag gaan we naar Dreamhack Rotterdam. Een nieuwe video, ja! Een nieuwe video, ja zeker! Yeah. Nou, ik zit in de auto, ik heb getankt, ik heb er zin in. Oh, voordat ik het vergeet, geef deze video natuurlijk een dikke duim omhoog. En vergeet niet te abonneren, ik vlog de laatste tijd lekker veel. Alle leuke dingen die ik doe. En ik doe een hele hoop leuke dingen. Wordt vastgelegd op camera. Dus zeker even abonneren. En laat een comment achter. Nou ja, maakt niet uit wat je comment. Ik ga het in ieder geval lezen. En ik ga erop reageren. Dus comment hier beneden. And I knew I had just one chance for a hideout. Members of the Order of the Phoenix. Ja jongens, we zijn aangekomen. Kort reisje. Minder dan een uurtje rijden was het, gelukkig. En nu moet ik de ingang zoeken, dus ik heb er wel zin in. Ik ben heel benieuwd naar vandaag, wat er allemaal gaat gebeuren. Ja jongens, we zijn binnen en we zijn met niet zomaar mensen. We zijn met heel veel gezellige mensen die vandaag al gaan streamen. Anton heeft onder andere deze stream area geregeld. En Leroy is ook een... Leroy, even zwaaien naar de vlug. Oh, kusje voor de vlog zelfs. Leroy heeft ook geholpen met opbouwen en zo. Dit is mijn setup waar ik op zit. Ik ga jullie even aan deze kant laten zien. Kijk, dan sta ik zo. Bam, bam. Ga ik hier streamen. Daar zie je. Heb ik nog een webcammetje staan. Van, ja, die kan dit allemaal zien. Nou ja, niet allemaal, maar degene mensen die... Morgen komen de mensen. En dan, ja, die zie je dan op deze webcam. Vandaag is het dus opbouwen, dus dan is het wel leuk om de stream te kijken. Maar dan zie je nog niet veel mensen langslopen. Ik heb toch mijn webcam al opgezet zo, zodat je een beetje de opbouw kan zien. En het is bijna tijd om te gaan streamen. Ik moet alleen even wachten tot ik iets gegeten heb. Maar ik zou graag al willen beginnen met eten, maar dat is, ik weet niet of dat kan. Kijk, ah jongens, we zijn live met wat herrie op de achtergrond. Maar ik zit er hoor. Kijk de shine. Zo leuk. En Leroy is daar lekker aan het shinen. En Jay is daar lekker aan het shinen. Ze vinden me nu al vervelend, want ik heb heel veel eisen. Nee, ik heb helemaal niet veel eisen, maar ja. Met wat is het gelukt? Moest ik vloggen? Oh yeah, boy! De Max daar. Nou, oh, wat aardig van jou. Wanneer krijg je zo'n koekje? Dino, jij weet nog wel veel van League of Legends, hè? Ik ben nou support en ik krijg af en toe een koekje. Wanneer krijg ik zo'n koekje? Je hebt in je runes kun je iets aanzetten dat je om de zoveel minuten, maar om de 3 minuten krijg je een koekje. En dat geeft je een beetje mana en een beetje HP. Ja, dat, dus om 12 krijg ik dan weer een... om de 3 minuten krijg ik dan dus een koekje. Ja, voor mij wel. Je kan het zelf ook checken als je Ctrl-C doet. Zit er hier iets veranderd? Hier heb je 3 van de 3 koekjes. Voor mij heb je al je koekjes al. Oh, je krijgt maar 3 koekjes in totaal. Ja, dat staat voor de early game. Voor als je de champion bent die gepookt gaat worden tegenstander. Ja. Kleur. Oké, we zijn nu bij de eat area, want ik mocht mee eten hier. En hier heb je van alles lekkers. Kijk maar, hele rijpel. Oh, je ziet dat. Hele rijpel. Ja, ik zag alleen maar de eerste bak. Dus we gaan even eten met Jay en Leroy. Gezellig. Hij is een beetje groen met camera geworden. Nee, dat is het licht. Ja, denk ik, hè. Heel gek. Wat wilde ik zeggen? Oh ja, ik had net al een heel bord eten, maar nu ga ik voor de salade. Nou lijk ik echt zo'n fit girl, maar ik had net gewoon rijst hoor jongens, met doper. Dat is ook niet heel ongezond. Ja jongens, we zijn klaar met de stream voor vandaag. We hebben 8 uur en een kwartier, bijna dus 8,5 uur gestreamd. Ik ben een beetje moe geworden en de laatste games gingen zo slecht dat ik gewoon zat te tilten. Ik denk, nou, dit wordt hem niet meer, dus even muziekje geluisterd. En nu is het weer tijd om naar huis te gaan. En dan gaan we morgen weer terug. Leuk!
Gewoon een mes. Oh, je kunt hier dus staan. Wat is dit dan? Kun je zo naar je favoriete streamer? Wow. Raak me aan! Raak me aan! Dit hebben we eigenlijk gedaan voor kinderen. Oh joh. Gaan we weghalen. Ja. Robin is er ook, jongens. Volg Robin op Twitch. Chaos eet. Een hele goede morgen. Het is dag 2 van Dreamhack, jongens. Ho, en ik word gewoon blurry door het beperkte licht dat het is. Het is zo vroeg. 7:30. Mijn Nikki die rijdt naar zijn werk. Ja, die zit te lachen en die denkt ik moet iedere dag zo vroeg. Zijn maal niet vroeg, wat wil je nou? Ja, het is zo vroeg. Ik denk, nou ja, weet je, zijn mensen die hebben al het werk dat ik wil. Voor een streamer is dit heel vroeg. Aan het eind van de dag gaan we naar Londen. Maar dat is in de volgende vlog. Eerst gaan we naar Dreamhack. Let's go. Stel dat je nu eventjes so long die ziet, de, hoe zeg je dit, de crowdcam is dat. Ik heb hem echt net live gegooid, dus nul kijkertjes. En we hebben vandaag iets extra's. We hebben namelijk daarachter een scherm zitten waar je dus ziet, ja, wat je ziet op mijn stream, zie je dus ook op mijn scherm. Vet leuk. Dus we zijn lekker live. Nu ga ik dus weer lekker streamen hier deze ochtend en ik ben benieuwd of ik daar iets kan laten zien in deze vlog. Maar het wordt in ieder geval leuk, dus blijf gewoon checken. We zijn hoe lang aan het streamen? 1,5 uur aan het streamen. En ondertussen is, wat was het nou? RTV Rijnmond. Die gaan een itempje maken voor hun website. Dus ben ik ingesnoerd. Hier zie je hem zitten. Het microfoontje. Dan krijg je een interviewtje. Ja, ik weet niet eigenlijk waar het over gaat. Gaan we zien. Dreamhack, het grootste gamefestival van de wereld, is dit weekend in Rotterdam. Ook veel bekende gamers zijn erbij en dat zijn steeds vaker vrouwen. Matia Kohout is hier één van. Ik denk dat het steeds meer vrouwen eigenlijk gaan gamen. Steeds meer games focussen zich ook meer op vrouwen, dat vrouwen de hoofdcharacter worden en... Ja, ik voel me niet buitengesloten of zo als vrouw. Ja, af en toe hoor je natuurlijk wel van, hey, wat ziet de keuken er raar uit of zo. Dat je zo'n soort opmerkingen krijgt, maar verder, ik merk er niet veel van. Nou, er is heel lang het stereotype geweest dat er voornamelijk mannen zijn die gamen en die daarvan houden. En ik vind het heel fijn om u te zien. En ook zeg maar dat andere mensen gewoon kunnen zien, ja, dat vrouwen ook gewoon een rol hebben in die wereld en dat gewoon leuk vinden om te doen. Dus nee, het is zeker niet alleen maar een mannenwereld, maar wordt wel nog steeds door mannen enigszins gedomineerd. Maar dat is bijvoorbeeld met voetbal of bij autosport ook. Ja. Shella gaat hier voor de vlog met Sandra, Ariane, Gaap zie ik daar ook nog. Nou, er wil iemand in de vlog. Het is de fans wil in de vlog. We gaan even een duo-cute. It's a wrap! Dreamhack. Streamen op Dreamhack zit erop. Ik ga nu nog heel even chillen hier in de lounge. En dan... Sumi! Ik zie jou ineens staan. Ik
gek. Jongens, volg Soemi ook allemaal op Twitch. Nee, volg Martina. Oh, dat mag ook. Voor beste stream, vrouwelijke streamer wordt 2020, ja? Oh, jij bent al een jaartje vooruit. We gaan al een jaar vooruit, oké? Oh, oké. Ja? Ja, nee. Hoe was jouw stream? Leuk? Ja, dat was leuk. Alleen we werden gedierd. Ja, wij twee werden gedierd. Dat is het ook. Maar het was wel leuk. Jammer. Wel leuk. Ja, hey! Het zit erop. Dreamhack zit voor mij erop. Het is nog het hele weekend hier in al feest. Of in ieder geval gamende feesten. Ik ga al heel erg weg goed. Want het was echt super leuk. Ik vind het echt een top georganiseerd evenement. En ik kijk uit naar de volgende jaar. Ik kan er dan ook weer bij zijn. Nu is het tijd om mijn vlog af te sluiten. Ik ga namelijk naar Londen en dat is een nieuwe vlog. Dus ik zou zeggen, hou mijn kanaal in de gaten. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. Geef deze video een like en comment iets leuk beneden in de comments. En dan zie ik jullie bij de volgende vlog.